De schrijversgroep 77 heeft gisteravond in verband met de Dag der Inheemsen en de herdenking van de Javaanse immigratie op 9 augustus een cultureel event gehouden. Volgens Silva Kumar, bestuurslid van de schrijversgroep, houdt de organisatie elke laatste woensdag van de maand een themaavond. De groep heeft besloten om tijdens de themaavond gisteren cultuur en literatuur samen te voegen. De twee verschillende cultuurevenementen vallen op één dag, daarom is het een cultuuravond geworden, zegt Kumar. Door de inheemse een kans te geven om zichzelf te uiten en daarnaast de Javanen ook om te vertellen eigenlijk wat VHJI is, wat ze doen. Want er is sinds kort een subafdeling van VHJI opgericht. Het Bob Saridin Kennisinstituut. En dus de ondervoorzitter van VHJI was er om te vertellen wat ze doen, wat de evenementen zullen zijn in verband met 9 augustus en waarom zij gisteravond ook aanwezig waren. En dat ze blij waren dat ze cultuur met literatuur hebben kunnen samenvoegen. Want we hebben toch ook Javaanse boeken. Of we hebben Javaanse schrijvers die over Javanen schrijven. Dus die boeken waren er ook. En ook van de inheemse hetzelfde. We hadden Novilia Toyuram. Zij is ook lid van de schrijversgroep. Zij heeft ook haar eigen arts en crafts. Die heeft ze meegenomen. Kumar zegt verder dat cultuur en literatuur in principe samengaan, maar dat het niet altijd lukt om zulke evenementen te organiseren. Volgens haar is er veel animo, maar je kan niet altijd mensen vinden om dit voor ons te doen, zegt Kumar. We moeten het doen met wat de mensen willen doen, vrijwillig. En dat is dus ook gebeurd gisteravond. We hebben natuurlijk Amazon Conservation Team gehad, die als organisatie het podium heeft gekregen. En voor ons is het verrijking van kennis door meer boeken en te zien wat er allemaal is en wat ze allemaal doen. En daar hadden we Novilia met haar kennis en het delen met het publiek. En de Javaanse immigratie, of de Javaanse cultuur. Het was een hele grote organisatie, of tenminste georganiseerd door Stefanie Sewotaruno. Haar pseudoniem is Anira Hamad. Zij is ook lid van de schrijversgroep. Zij samen met de mensen hebben het programma in elkaar gezet. En de voorzitter van VHI heeft dus zijn zegje gedaan. Silva Kumar, bestuurslid van de schrijversgroep 77. Zij sprak over het cultuurevent dat de groep gisteravond heeft georganiseerd in verband met de Dag der Inheemsen en herdenking Javaanse immigratie. Het cultuurevent is gehouden in Tori Osso.